zijn ze nou beter in hamburgers baken of in friet baken? Eén van de twee. Ik zag dat het friet baken heel erg goed ging. Dus het friet baken, dat is gewoon een leidende factor hierin. Ook het milkshake voorbereiden. Is dat nog een talentje voor een van de dames? Of zeg ja, je van... Dat is natuurlijk wel een van de moeilijke onderwerpen, hè? Het ijsjes maken. Maar volgens mij, ik heb geen klachten gehoord, dus ik neem dat het allemaal goed ging. Nee, het wordt niet op de grond gegooid hier, dat ze zeggen van... Niks op de grond, niks, nee. Ja. Vind je dat jammer? Nou ja, een beetje actie in de keten is soms niet erg natuurlijk. En als iemand, of Linda of Johanna, gewoon even een soort van zenuwachtige fout maakt, ja. Dat is wel leuk. Dat is goed, goed voor de kijkers. We kunnen ze nog even een ijshondje laten draaien. Fantastisch ijsje. En dames en heren, ik wil een groot applaus voor Linda. Echt. Ja, dit is gewoon goed. Hoeveel hebben jullie al verkocht? Ik heb echt geen idee. Hoeveel hamburgers? Ik denk een stuk of 300. Stuk of 300, Johanna. Friet, gaat dat er heel hard doorheen hier? Ja, zeker. We hebben echt zo'n 400 bakjes friet verkocht vandaag. De klusjesvrouwen zijn er, dus even een beetje attentie. Ja, dankjewel. Dit hele scherm, dat kennen jullie al uit het hoofd volgens mij. Big Mac, Big Tasty Bacon, Grill, Light, Cola. Ja, je moet hier gewoon echt een opleiding voor gaan, volgens mij. Echt hoor, het is helemaal niet zo makkelijk. Ik ga nu even werken, want het is fantastisch druk op dit moment. Laten we even kijken of mij dit goed afgaat als nieuwe McDonald's medewerker. Loop even mee. Die blauwe meneer? Die blauwe auto. Kijk, gaan we even erheen. Dit hele pakket in deze auto. Kijk eens. Luister nu. Heb jij misschien nog iets geld over te halen? In jouw portemonnee. Want dan komen we meteen met een collector er nog bij. Dus, dankjewel, super. Ik wil zeggen, smakelijk eten. Fijne avond. Dankjewel. Hoi. Goed. Dit klinkt redelijk, maar we gaan nu even een rondje lopen. Misschien nog een kleine bijdrage voor de klusjesvrouwen. Zometeen, ik hoor zometeen een mooie bijdrage. Meneer, heeft u misschien een bijdrage voor de klusjesvrouwen van Markelo? Misschien moet ik sommige dingen ook gewoon in het Engels of in het Duits vragen. Hebben jullie misschien geld voor de klusjesvrouwen? Super, kijk eens. Daar gaat ie, dankjewel. We hebben een ganz grote aanzamelingsangst voor Serious Request in Enschede. Voor dat die kinderen niet sterven daar. Het is zeer wichtig dat man... Nee,